naam is Mathieu Ramakers. Een kleine 50 jaar geleden ben ik begroost met Relectro. Dat was dus een firma in shuttle-antennes en elektronica, beveiliging, camerabewaking en dit soort dingen allemaal. En ik ben hier de vierde generatie ondernemers geweest op hetzelfde adres. Vroeger waren het graanhandelieren, mulders en dergelijke. En op dit moment zijn er een paar frisse jonge mannen die hebben dat bedrijf omgezet, voortgezet. En ik loop als ooie bejaarde knul in het rondje. Ik ben eigenlijk een techneut die helemaal ongeschikt is voor de kunst. Ik zit al 13 jaar op Kunstacademie Genk. Dat is een plaats waar me oud kan worden. In de beeldende kunst denkt iedereen dat het gaat om een prachtig gekleurd olieverfschilderij. En dat het summum is van de beeldende kunst. En als de inspiratie alleen maar zwart-wit is, dan moet er ook maar zwart-wit tekenen. Dan moet er het torbiloten. En daar hou ik me de eerste 5 jaar zo'n beetje mee bezig. Een prachtige techniek is houtskool. Want houtskool is een heel natuurlijke materie. En daarmee kan ik zwarte vlakken maken. Ik kan ze ook weer uitvegen. En tuffen, dat geeft eigenlijk niet. Dat maakt niet. Maar ik veeg het dan toch zoals ik het wil hebben. Ik maak dus allerlei toeren. En dan kan ik gewoon van fel wit naar donker zwart. Want je 9 keer voor en het 1 keer is het goed. Het is eigenlijk niet leuk, maar nu wordt het even leuk, want nu heeft ze heel slings onder haar hoordoes. Dus moet kijken, daarom is ze ook zo mooi. Hè? Je kijkt heel verleidelijk in de richting van de fotograaf. Of gewoon dat het een groepsfoto is, maar een stuk of 50 mensen opstaan waar ik gevonden heb. Produc is het centrum van de christelijke ontwikkeling en denken hier in het Limburgse. En in deze sfeer mochten wij door exposeren. En er was één schilderij waar een dame op stond met een heel beperkt aantal vierkante centimeters bloed. En ja, dat was niet goed. Er waren klachten binnengekomen van bezoekers. Want het past niet in de christelijke sfeer om een dergelijke uiting neer te zetten. Als ik in de avond gewoon model tekenen, wat ik één avond per week doe, dan geeft het ook allemaal zonder schaamlapjes. En op dit schilderij met die waar vierkante centimeters bloed, ja, dan ging het helemaal fout. En die vind je ook terecht voor. Die vind je terecht dat ze het oude expositie gehoord hebben. De directeur vertelde dat het ging op basis van merkwaardigerwijs niet de katholieke omgang met het naakte lichaam, maar dat het ging om de MeToo-beweging. Dit is een Bosnisch-Kroatische generaal die Siankali neemt voor het Joegoslavië-tribunaal. Hij kreeg pas zijn veroordeling te huren van het Joegoslavië-tribunaal die hem als misdadiger beschouwde. En onmiddellijk noemde Siankali dit beeld, vond ik zo stoer en indrukwekkend dat mij dat heel erg aangreep. En op dat moment besloot ik binnen 1 seconde om mijn leven lang dat beeld te blijven produceren, eerst klein, dan groter, tot het oneindige door. En zo kan ik tot mijn leven, het einde van mijn levensdagen doorgaan. En er zal misschien nooit een einde aankomen. En dat is een hele dwaze, misschien perverse, misschien kunstzinnige positie die ik hiermee inneem.